nieuwe Nederlandse kampioen in het Ramon Sinkeldam. 2009, tweede. 2010, tweede. 2011, eerste. Het werd tijd. Ja, vanochtend zag ik nog de uitslagen van de profs de afgelopen jaren. Ja. Zeg ik Rieder Kemna, tweede. En laatste jaar als eerste. Dus ik dacht, nou, dat moet ik ook doen. Ja, want kun jij de laatste 5 kilometer even snel doornemen? Ja, de laatste ronde demareerde ik hier uit de peloton. En we reden heel snel naar die eerste groep toe. En we kwamen dan voorop te liggen met Kreder en met Lammerting. En er kwam nog een jongen van jonge renner aan. En de laatste kilometer ben ik gewoon gegaan. Dan heeft ze niet meer teruggezien. Hé, hey, maar wat betekent dit volgend jaar voor jou? Ja, ik wil graag prof worden. Dit is wel een mooie stap natuurlijk. Ja, dit is natuurlijk een heel mooi duwtje voor jou in de rug. Maar heeft Rabobank jou al benaderd van, joh, het NK zou een heel mooi steuntje in de rug zijn voor jou volgend jaar. Kun je dat contract krijgen? Nou, ik denk dat het bij de Rabobank gaat om 2 plekjes. Die misschien al verdeeld zijn. Ook de renners van het Rabo Overall team laten zich vandaag op de weg zien. Wereldkampioen Lars ter Haar zit samen met Emiel Dolfsma de hele dag voorin. Zien zij het Nederlands kampioenschap op de weg als wedstrijd of als voorbereiding voor de cross? We hebben een paar wedstrijden op de weg gereden. We komen net terug uit Frankrijk, een meerdaagse gereden. En daar had ik al hele goede benen aan overgehouden. Ik wou vandaag wel eens even wat laten zien. En dat heb je laten zien. Schept het potentie voor jou om ook de weg op te gaan? Dat denk ik nou eigenlijk niet aan. Ik denk nou meer aan de cross. De mannen die hiervoor gestreden hebben, Ramon Sinkeldam, Paris Lammerting en Wesley Kreder.